Een criminele compositie van Ludwig Schubert en Fritz Pohl. Zes wereldberoemde detectives zoeken naar één en dezelfde moordenaar. Vertaling en bewerking, Co Volkers en Wim Pauw. Regie, Wim Pauw. Ik weet niet wat aan de hand was. Hoeveel lijken zijn er al gevallen? Eén. Oh, meer niet. Zou het niet beter zijn als je nou ging slapen? Het is morgen weer vroegdag. Oh, Wim, deze thriller is uitstekend. De geschiedenis speelt zich af in een grote oude villa in Park Row. De vrouw des huizes is juist thuisgekomen als ze boven drie schoten hoort. Ze rent de donkere trap op naar de studeerkamer van haar man. Als ze het licht in de kamer aandoet, geeft ze een harde gil. Want op de grond ligt haar man. Dood. Schuwelijk, je moet het je niet voorstellen. Als je het uit hebt, wil ik het ook lezen. Maar ga nou slapen, het is al laat. Ga even nog, het is zo spannend. Nog een paar bladzijden, het hoofdstuk is zo uit. Neem me niet kwalijk dat ik er even tussen kom, luisteraars. Maar dit is in veel gezinnen een vrij normale gebeurtenis. Wanneer u vanavond om de hoek van vele slaapkamerdeuren kon kijken, zou u versteld staan hoeveel bovenste beste vaders en moeders bij wijze van slaapmutsje een vernuftig toebereide misdaad in pocketvorm tot zich nemen. En u moet over de mensen die deelnemen aan dit avondelijk griezelritueel niet te licht denken. U vindt er professoren en staatssecretarissen onder, bisschoppen en leden van de rechterlijke macht, spitse parlementariërs en dromerige dichters. Briljante mannen van onze tijd hebben zich gelaafd aan de bron van de literaire criminaliteiten. Eden en Attlee, Colijn en Guardini, Bismarck en Adenauer. Onder de mensen die geestelijke arbeid verrichten, bevinden zich de meeste lezers van detectives. Een verklaring voor dit verschijnsel kan ik niet geven. Misschien zitten er diep verborgen in ieder mens bepaalde drijfveren die hem doen snakken naar situaties die mijlen ver van zijn dagelijkse leven afliggen. Wie zal het zeggen? In ieder geval is elk vierde boek dat in Amerika verschijnt een detective-roman. De oplagecijfers van de boeken van Agatha Christie en George Simenon liggen dicht bij de 50 miljoen. Zouden we met deze cijfers in de niet-criminele hand niet mogen spreken van een literaire ziekte? Emmy, doe nu eindelijk dat licht uit. Het is al bij twee, ik wil slapen. Ja, 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 Wim, nog even. Ik geloof dat ik nu wel doorheb wie de dader is. Ten koste van mijn nachtrust. En dan leest mevrouw natuurlijk nog een hoofdstuk en dan nog één. En als de dag aanbreekt, slaat mevrouw met trillende vingers de laatste bladzijde om en ontmoet dan eindelijk de dader, gevangen in zijn eigen web van misdadige verzinsels. Laten u en ik voor één keer het voorbeeld van Emmy volgen. Laten we stap voor stap proberen het spoor van de dader na te gaan. We zullen dan tegelijk ontdekken met welke bontgekleurde draad het motief van de detective roman in het patroon van de literatuurhistorie is geweven. Het spoor van de detective-roman is gemakkelijker te vinden dan dat van de dader. De eerste roman in dit genre werd geboren toen in 1845 het boek De Moorden in de Rue Morgue van Edgar Allan Poe verscheen. Poe, en hiermee was hij een typische zoon van zijn eeuw, was bezeten van het idee dat elk raadsel met behulp van het analyserende verstand kon worden opgelost. De literaire vorm hiervoor werd de detective-roman. Poe creëerde het duurzame schema voor deze verhalen. Punt 1. Er wordt een misdaad gepleegd. Punt 2. Er komt een privédetective ten tonele die veel slimmer is dan de sukkelachtige vertegenwoordiger van de plaatselijke recherche. De privédetective gaat vergezeld van een vriend die net intelligent en nieuwsgierig genoeg is om de situatie gedeeltelijk in kaart te kunnen brengen.
Zijn begrensd begrip is precies de basis die nodig is om de doorsnee-lezer gespannen de gebeurtenissen te laten volgen. Elke detective die een latere periode is geschreven is slechts een variatie op het door Poe ontworpen schema. Een van Poe's navolgers verklaarde eens: als iedere auteur van een verhaal dat op de een of andere manier geïnspireerd is door Edgar Allan Poe 10% van het honorarium moest afstaan om een monument voor deze meester op te richten, dan zou het resultaat een piramide zijn zo hoog als die van Cheops. De man die deze woorden sprak heette Conan Doyle. Hij zou zelf heel diep in de beurs hebben moeten tasten, want de figuren die hij heeft geschapen zijn... Goedenavond, mijn naam is Watson, Dr. Watson. Tijdens de oorlog in Afghanistan heb ik mijn vaderland gediend als militair arts. Nadat ik door een verwonding aan mijn arm de dienst moest verlaten, had ik op zekere dag in Londen een heel merkwaardige ontmoeting. Ik werd door een vriend aan een wat zonderling heer voorgesteld, een gentleman die ik nooit eerder had gezien. Hoe maakt u het? Mijn naam is Sherlock Holmes. Ik zie dat u uit Afghanistan komt. Neemt u mij niet kwalijk, maar hoe ziet u dat? Dat doet er niet toe. Zo verliep het eerste optreden van de meester van de waarneming, Sherlock Holmes. En het was tevens de eerste ontmoeting met zijn toekomstige trouwe begeleider, Dr. Watson. Beiden omstreeks het jaar 1887 ten tonele gevoerd door de Engelse arts Sir Arthur Conan Doyle. Evenals Doyle en Poe ontwierpen de meeste latere auteurs van detective romans stereotype altijd te herkennen figuren. Ieder van hen in het bezit van bepaalde eigenaardigheden, een speciale methode om hun medemensen hun geheimen te ontfutselen. In hun verschillende methoden van onderzoek weerspiegelt zich de geest van hun tijd. Sherlock Holmes werkt anders dan bijvoorbeeld Father Brown, commissaris Maigret anders dan Hercule Poirot. En zij samen werken weer heel anders dan Philip Marlowe en Mike Hammer. Om alleen nog maar de 6 vertegenwoordigers van het vak te noemen die wij vanavond zullen vragen om op hun manier de moord in Park Row op te lossen. Laten we beginnen met Sherlock Holmes uit Londen naar zijn methode te vragen. Mijn methode? Heel eenvoudig. Ik combineer. Het leven is één grote aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen. Alleen enkele schakel herkent men vaak de hele ketting. Wij moeten hier opmerken dat zo alleen een man kan spreken die nog nooit van het verband tussen oorzaak en gevolg heeft gehoord. Ook niet van de onberekenbare gemoedsaandoeningen van het onderbewuste in de mens. Nog niets van de psychoanalyse. Kortom, een man van de 19e eeuw. U was verbaasd, nietwaar, toen ik Watson bij onze eerste ontmoeting nauwkeurig kon zeggen dat hij uit Afghanistan kwam. Toch was het heel eenvoudig. Ik zei tegen mezelf, de man maakt de indruk een arts te zijn, maar heeft een militaire houding. Hij is dus een militaire arts. Hij komt net uit de tropen, want die donkere gelaatskleur heeft hij niet van nature. Zijn huid bij de pols is wit. Hij werd gewond aan de linkerarm, want die is nog stijf. Waar kan op dit ogenblik een militaire arts een verwonding oplopen? Alleen in Afghanistan. Want dat is toevallig de enige plek ter wereld waar Engeland op het ogenblik in een oorlog is gewikkeld. U ziet mijn waarde, een kwestie van combineren. Deze op strenge logica gebouwde methode maakte Holmes beroemd. Hij noemt het zelf de deductieve methode. Met behulp van deze methode kan hij bijvoorbeeld aan een horloge zien dat de eigenaar zich in een fervente staat van dronkenschap bevond. De versleten voering van een hoed vertelt hem de levensgeschiedenis van het hoofd dat de hoed heeft bedekt. En een wandelstok met een enkele beschadiging verraadt hem dat de drager een beminnelijke plattelandsarts is die de stok vaak door zijn levendige spaniel in de bek laat nemen. De lezer denkt mee, is verbaasd, verwonderd en vermaakt zich op een kostelijke manier. Ik heb volstrekt niets tegen deze tijd. Maar het is wel jammer dat er tegenwoordig geen misdaden meer gebeuren, waarbij men voor de oplossing bijzondere scherpzinnigheid nodig heeft. In deze tijd wordt er hoogstens hier of daar een bromfiets gestolen. De oplossing ligt er meestal zo voor de hand dat zelfs iemand van Scotland Yard licht in de duisternis kan brengen. Daar hebben we nou alles wat tot het schema behoort. Holmes, de detective met het superieure intellect, Scotland Yard, bolwerk van domheid, en Watson, de vriendelijke maar naïeve metgezel. En wat het gebrek aan misdaden betreft, meneer Holmes kan door ons geholpen worden. U herinnert zich toch nog? De vrouw des huizes is juist thuisgekomen als ze boven 3 schoten hoort. Ze rent de donkere trap op naar de studeerkamer van haar man. Als ze het licht in de kamer aandoet, geeft ze een harde gil.
Want op de grond ligt haar man dood. Stop eens even. Hoe zou deze zaak zich ontwikkelen wanneer Conan Doyle hem geschreven had? Dan zou hij Watson laten vertellen hoe Sherlock Holmes te werk was gegaan. En dat hoofdstuk zou heten... Een handvol zand. Holmes en ik liepen in Park Row, een laan in een van de voorsteden in Londen. Hier bevond zich de villa die aan de vermoorde een zekere meneer Rogers had toebehoord. Ik nam aan dat Holmes onmiddellijk het huis in zou gaan om de situatie op te nemen. Rustig, voor alles rustig, beste Watson. Holmes slenterde de laan op en neer, staarde nu eens naar de grond, dan weer naar de lucht. Plotseling liep hij over de grasstrook naast het tuinpad op het huis af. Hij hield zijn ogen strak op de grond gericht. Het had geregend. Bij een plas bleef hij staan, haalde zijn meetlint uit zijn zak en mat de breedte van het wateroppervlak. Hij glimlachte. Op het doorweekte pad stonden veel voetafdrukken. Aangezien de politiebeambten hier al heen en weer gelopen hadden, geloofde ik niet dat Holmes iets waardevols zou ontdekken. Bij de huisdeur werden we opgewacht door een kleine, magere beambte van Scotland Yard. Ik dank u voor uw komst, meneer Holmes. Ik heb alles onberoerd gelaten. Behalve dit pad. Als er een kudde buffels overheen gerend zou zijn, zou het er niet slechter kunnen uitzien. Ja, nee. Bent u met een rijtuig gekomen? Ik? Nee. Waarom vraagt u dat? Dan zullen we maar naar binnen gaan en de kamer bekijken. Het slachtoffer lag nog precies zo naast de deur als het gevonden was. Holmes keek aandachtig de donkere kamer rond. De commissaris volgde elke blik van hem. We hebben tot nu toe kunnen vaststellen, meneer Holmes, dat de oude heer Rogers na een bezoek aan de Midland Bank zeer vermoeid is thuisgekomen en daarom de gebruikelijke avondwandeling met zijn vrouw heeft overgeslagen. Mevrouw Rogers is ongeveer een uur bij een dame hier in de buurt op bezoek geweest. Toen ze terugkwam... Waar is ze nu, commissaris? In de kamer hiernaast, meneer Holmes. Meneer Clifford, die in het tuinhuis woont, is bij haar. Zijn er nog familieleden? Een zoon, George. Ongeveer 20 jaar. Ja, zijn moeder weet niet waar hij heen is gegaan. Hij is namelijk niet thuis. Zo, zo. Heeft u al enig spoor van de dader? Geen enkel. Het is kennelijk een roofmoord. Schrijftafel opengebroken, commode ondersteboven gehaald. De feiten spreken een duidelijke taal. Niets misleidt meer dan feiten, mijn waarde. Is er onderzocht of er iets wordt vermist? Nee, nog niet. Holmes grinnikte vriendelijk. Hij haalde opnieuw zijn meetlint tevoorschijn en een vergrootglas. Geruisloos ging hij met deze beide instrumenten de kamer rond, bekeek de opengebroken schrijftafel, knielde neer, kroop achter de stoel waarop de oude man gezeten moest hebben, ging zelfs eenmaal plat op zijn buik op de grond liggen en nam de maat van een voor mij volledig onzichtbaar voorwerp. Af en toe floot hij verrast. Hij maakte op mij de indruk van een edele, raszuivere jachthond. Hij betastte de dode, krabde voorzichtig een hoeveelheid modder van zijn lederen pantoffels, verzamelde nog een beetje zand en deed dat apart in een envelop. Ook nam hij een knoop mee die hij blijkbaar ergens in de kamer gevonden had. Ten slotte scheen hij voldaan. Heeft u iets kunnen ontdekken, meneer Holmes? Weinig, mijn beste commissaris. Ik wil u wel een paar dingen zeggen die tot de oplossing van deze zaak kunnen bijdragen. De moordenaar is geen arme jongen. Hij is 1,80 meter lang, verkeert in een uitstekende lichamelijke conditie. Hij heeft Spaanse schoenen aangehad met slopkousen en hij is gekomen in een rijtuig. Het paard is aan het linker voorbeen nieuw beslagen. Overigens heeft niet de moordenaar de oude heer overvallen, maar de oude heer de moordenaar. Goedenavond, commissaris. Wij gingen de kamer uit en lieten de commissaris met open mond achter. Toen we enige passen van het huis verwijderd waren, kon ik niet nalaten Holmes te vragen hoe hij dit alles weten kon. Watson, het is mijn beroep alles te weten. Ongelooflijk. Het is toch... Heel eenvoudig, beste Watson. Onmiddellijk bij onze komst zag ik het spoor van een rijtuig. Omdat het had geregend, waren de afdrukken van de hoeven duidelijk zichtbaar. Eén afdruk was duidelijker dan de andere drie.
Dus moest deze afdruk veroorzaakt zijn door een nieuwe hoef. Maar waaruit blijkt nu de grootte van de man? Heel eenvoudig. Uit zijn voetafdrukken. En uit de grootte van zijn passen. En zijn conditie dan? Wanneer een man een plas van 1,40 meter, zo breed is de plas in de voortuin, zonder moeite overspringt, moet hij nog in een uitstekende conditie zijn. Ik begrijp niet waarom hij niet arm kan zijn. Hoe weet je dat nu? Op de rechtergreep van de lavende commode zag ik een flinke verse kras, gemaakt met een zegelring. Bovendien komt een arme roofmoordenaar niet in een rijtuig, mijn beste Watson. En behalve de knoop vond ik ook nog de gesp van een slopkous. En waaruit maak je op dat de oude heer Rogers de moordenaar heeft aangevallen? Omdat de heer Rogers later in de kamer kwam. De moordenaar was toen al binnen. De modder onder de schoenen van het slachtoffer was nog vochtig, terwijl de modder die ik achter de stoel van de schrijftafel vond, droog was. Aangezien de moordenaar achter de schrijftafel gehurkt heeft gezeten, moet de oude heer op een later tijdstip binnengekomen zijn. Holmes, je bent een genie. Het kan niet lang meer duren of het probleem is opgelost. Het probleem is al opgelost. En wie is de moordenaar? Dat, mijn waarde Watson, zal ik je een andere keer vertellen. Op deze manier, zo ongeveer, zou Sherlock Holmes, de man die in 4 decennia 60 misdaden wist op te lossen en in 100 films en 14 toneelstukken de onbetwiste hoofdrolspeler was, te werk zijn gegaan. Veel mensen waren ervan overtuigd dat Sherlock Holmes werkelijk bestond. Er werden dissertaties over hem geschreven en zijn betrekkingen tot de Londense bloemenvrouwen werden wetenschappelijk danig onder de loep genomen. Rex Stout wierp zelfs de vraag op of Dr. Watson niet in werkelijkheid een vrouw was. Zijn verschijning in de beroemde kniebroek, het geruite colbertje en de onafscheidelijke pijp werd voor velen het typische beeld van de Engelsman. De enige die hem eigenlijk niet mocht was zijn geestelijke vader, Conan Doyle. Die was duizendmaal liever bekend geworden met het schrijven van historische romans. Om eindelijk van zijn ongewilde held af te komen, liet hij hem in een waterval springen en verongelukken. Toen dit verhaal van de persen kwam, waren er in Londen velen die officieel rouw gingen dragen. Conan Doyle moest en zou verder schrijven en zijn held terug laten komen. Weer liet hij hem doodgaan en weer moest hij hem laten terugkomen. Misschien was het een kleine troost dat hij intussen in de adelstand was verheven. Ook zijn opvolger, of beter gezegd zijn opvolgster, kwam in het bezit van een titel en een ridderorde. Agatha Christie. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog besloot ik een boek over de misdaad te gaan schrijven. Mijn zuster was ervan overtuigd dat het onmogelijk was een detective roman te schrijven waarbij je niet onmiddellijk wist wie de dader was. Ik nam me voor haar tegendeel te bewijzen. Toen mijn roman af was, stuurde ik hem naar een uitgever. Ik kreeg hem terug. Zo begon de hobby van een jonge vrouw van 25 jaar. Een hobby die zou uitgroeien tot een grote schrijverscarrière. Voor de filmrechten van een van haar toneelstukken ontving zij een bedrag van 1.250.000 gulden. Niet zo lang geleden werd haar de Engelse titel Commander verleend. Tegelijkertijd ontving zij de orde van het British Empire. Deze orde werd in de dagen van het oude Britse Wereldrijk in het leven geroepen als blijk van verdiensten voor grote prestaties binnen het Britse Rijk. En Brits is Agatha Christie, door en door. De misdaden in haar boeken worden met onverstoorbaarheid begaan. Om haar figuur hangt de geur van de evenoude Engelse lavendel. Haar misdaden spelen zich af te midden van de Engelse society of van de adel. Literatuurvorsers uit later eeuwen zullen uit haar boeken niets te weten komen over een andere manier van leven in de eerste helft van onze 20e eeuw. Gewone, werkende mensen ontmoet je in haar boeken alleen in de vorm van uiterst keurige bedienden en bij toeval een enkele taxichauffeur.
Psychologisch en sociaal is er aan de figuren van Agatha Christie hoegenaamd geen eer te behalen. Eenvoudig omdat er geen psychologische en sociale problemen in haar boeken te vinden zijn. Elke overeenkomst met het werkelijke leven is volkomen toevallig. De door haar geschilderde situaties zijn zeer geraffineerd van constructie. Ze houdt er speciaal van de kring van verdachten zo klein mogelijk te houden. Haar misdaden worden bijvoorbeeld gepleegd in een trein die door een sneeuwstorm wordt opgehouden, of in een vliegtuig op een paar duizend meter hoogte. Aan het eind van een van haar toneelstukken worden er op een eenzaam eiland waar maar 10 mensen tijdelijk wonen, 8 van hen vermoord. Van de 2 overblijvenden moet er dus 1 de dader zijn. Nee, men kan haar beslist niet verwijten dat de dader al aan het begin van haar verhalen bekend is. Integendeel, vaak vraagt men zich tegen het eind af hoe het nu eigenlijk allemaal moet aflopen. De enige die dan de draden van de typisch Engelse misdaadknoop nog kan ontwarren is de meester der detectives, Hercule Poirot. En zijn methode? Ah, mijn methode. C'est pas grand chose. Ordening van de gedachten, mon cher. En de kleine grijze cellen benutten. De kleine grijze hersencellen bedoel ik. Waarom zou ik voetsporen op gaan meten, sigarettenas analyseren of op mijn buik in een kamer gaan liggen om een kleinigheid te onderzoeken? Maar non. De oplossing van een raadsel vindt men veel beter door met de ogen dicht in een stoel te gaan zitten. Dan ziet men met de ogen van de geest, nespa. Het proeven met de kleine grijze cellen is een geestelijke delicatesse. Het signalement van Hercule Poirot, voormalig lid van de Belgische recherche, spreekt een taaltje dat met veel Franse woorden is geladeerd, onopvallend uiterlijk, een eivormig hoofd, zwart haar dat vermoedelijk is geverfd en een enorme snor. Voornaamste eigenschappen, een zeer helder verstand en een ongelooflijke dosis ijdelheid. De man die aan dit signalement beantwoordt, zal zich nu over ons probleem buigen. Agatha Christie zou dit hoofdstuk noemen De man uit het tuinhuis. Het huis van de voormalige officier van de Koninklijke Garde, Commander Rogers, stond in Park Row, een rustige straat in een van de ruime voorsteden van Londen, niet ver van de oever van de Thames. Het was op de avond na de moord dat Hercule Poirot, goed gekleed, bloem in het knoopsgat, de tuin uitkwam, de trap opliep en de kamer inging waar de misdaad was gepleegd. Hier werd hij opgewacht door een commissaris van Scotland Yard. Merci, mon cher. Erg vriendelijk van u om in deze kamer snel achter elkaar 3 schoten te lossen en om hulp te roepen. Ik begrijp niet wat u hiermee voor heeft, meneer Poirot. De kleine Belg wiegde zijn eivormig hoofd heen en weer. Ik ben beroemd om mijn kleine invallen, mon ami. Ik geloof dat u ervan houdt de dingen ingewikkelder te maken dan ze zijn. Heeft u wel iets van een spoor gevonden? Sporen? Sporen? Oh, u spreidt een hoeveelheid energie ten toon die mij min of meer verbaast. Ik zit liever in een stoel, heerlijk rustig, en laat mijn kleine grijze cellen werken. Hij ging in de leunstoel van wijlen Commander Rogers zitten. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben om enige woorden te spreken met die Clifford, de bewoner van dat tuinhuis. Hij wacht in de kamer hiernaast. De commissaris opende de deur en liet Clifford binnen. Een iets wat bleke, maar levenslustig kijkende en bovendien zeer elegant geklede man van ongeveer 35 jaar. Poirot verzocht hem plaats te nemen en in het kort zijn belevenissen van de vorige avond te vertellen. Ja, ik zat gisteravond in mijn zitkamer te lezen. U moet weten dat het tuinhuis dat Commander Rogers me heeft verhuurd niet erg groot is, maar wel bijzonder gezellig. Ik weet dat dit een nogal zwak alibi is, maar ik hoop toch dat u me wilt geloven. Niemand verdenkt u nog, meneer Clifford. Ah? Een ogenblik, mon cher. Het behoort tot de gewoonten van Hercule Poirot niets te geloven wat nog niet is bewezen. Ik verdenk niet deze of die persoon.
Ik verdenk iedereen. Ik verdenk iedereen die in de verste verte iets te maken met de misdaad kan hebben. Totdat hij mij bewijst dat hij onschuldig is. Ah, juist. Ik hoop dat het me zal lukken u van de juistheid van mijn beweringen te overtuigen. Wij zullen zien, mon cher. Poirot keek hem onderzoekend aan. Het was duidelijk dat Clifford zich onbehaaglijk voelde. Om dan verder te gaan, terwijl ik daar zo zat te lezen, hoorde ik ineens 3 schoten en onmiddellijk daarna een gil. Ik rende door de tuin naar het huis, holde de trap op waar ik mevrouw Rogers bewusteloos aantrof, naast het lichaam van de man die dood was. Het spreekt vanzelf dat ik me direct over mevrouw Rogers heb ontfermd. Ja, ik geloof wel dat dit alles is. Mevrouw Rogers mag van geluk spreken dat u zulke perfecte oren hebt, mon cher. Clifford keek hulpeloos naar de commissaris. Poirot wiegde zijn eivormig hoofd heen en weer. De inspecteur ging zo even de beau geste hier in deze kamer 3 schoten af te vuren en nog wat om hulp te schrijven ook. Oh, maar pardon, dat heb u natuurlijk gehoord, want u zat in die kamer hiernaast op mij te wachten. Ja, ik was even naar uw tuinhuisje gaan kijken. Ik wilde uw gezellige zitkamer wel eens met eigen ogen zien. Wat betekent dit allemaal? De commissaris vuurt dus 3 schoten af die nergens toe dienen en u onderzoekt intussen mijn huis. Fraai, dat moet ik zeggen. Uw gezellige zitkamer ligt aan de achterkant van het huis, nietwaar? U kijkt op de Theems die op die plek nogal lawaaiig is, omdat de rivier daar een sterke bocht maakt en nogal ruist, nespa? De misdaad is gepleegd in deze kamer, helemaal aan de voorkant van het huis. Tussen dit huis en uw ligt een grote tuin. Gisteravond was het bovendien erg slecht weer. Regen, onweer, etc. De luiken van dit huis waren gesloten. Ik zeg u dat u in uw tuinhuis de schoten nooit hebt kunnen horen. Ik heb ze zo even ook niet gehoord. En bij mij was het nog wel mooi weer. Dat is belachelijk. Dat slaat nergens op. Ik heb het zelf kunnen constateren, mon cher. Er is trouwens nog een heel eenvoudige reden waarom u de schoten niet hebt kunnen horen. Commissaris, wat moet dit alles betekenen? U hebt de schoten in uw tuinhuis niet kunnen horen, omdat u niet in uw tuinhuis was. Commander Rogers was daar. Dat wil zeggen, hij was daar even voor hij werd doodgeschoten. Onzinnig. Ik ben benieuwd of u dit kunt bewijzen. Wij weten dat de oude heer Rogers van buiten is gekomen op zijn pantoffels. Waar kan hij op zijn pantoffels heen gegaan zijn, dacht u? Ik dacht naar uw tuinhuisje. Dat is eenvoudig belachelijk. Wat zou hij volgens u daar dan moeten doen? U de uur opzeggen. Helaas trof hij u niet thuis. Ik protesteer met klem tegen deze verdachtmakingen. Clifford was hevig opgewonden. Poirot tuurde quasi verveeld naar het plafond en de commissaris keek radeloos van de een naar de ander. Monsieur Poirot, ik volg met belangstelling dit onderzoek, maar hoe wilt u uw beweringen staven? Met de Times. U moet de Times eens lezen, inspecteur. Vanmorgen las ik daarin een interessante advertentie. Tuinhuis te huur. Die advertentie was gisteren opgegeven door commander Rogers, nadat hij zijn bezoek aan de Midland Bank had gebracht. Maar waarom zou hij voor zijn tocht naar het tuinhuis het ogenblik uitzoeken waarop zijn vrouw op bezoek was? Pourquoi pas? Zijn vrouw is hoogstens 10 minuten op bezoek geweest. Daarvoor was zij bij meneer Clifford op bezoek. Ook al? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. U ziet het, alle misdaden lijken op een bepaald punt op elkaar. Lijken op elkaar? Welk punt bedoelt u? Iedere misdadiger heeft iets te verbergen. Maar het is niet zo eenvoudig om Hercule Poirot iets op de mouw te spelen. Pas du tout.
Poirot had opnieuw zijn bekwaamheid getoond om de koe bij de horens te pakken. In de ogen van de commissaris blonk iets van bewondering. Poirot keek hem met een zelfvoldane glimlach aan. Alors, het moet u toch bekend zijn, commissaire, dat er sedert geruime tijd bij Scotland Yard berichten binnenkomen over een huwelijkszwendelaar die zich uitgeeft voor de laatste telg uit het geslacht van de hertog van Sheffield. Toen ik in deze zaak werd betrokken, ontdekte ik dat de vrouw van Weilen-commander Rogers al één keer eerder getrouwd was geweest. Met een man die de naam Sheffield droeg. Enorm. Ik zou nooit op het idee komen daartussen enig verband te leggen. Natuurlijk niet, mon commissaire. Poirot lachte fijntjes en plukte aan zijn snor. Ik ontdekte verder dat deze Sheffield op een gegeven moment met de noord der zon vertrokken was. Hij liet zijn vrouw met een 3-jarig zoontje achter. Mevrouw Sheffield besteedde het kind uit en ging als kinderjuffrouw van Lord en Lady Beckendary enige jaren naar Indië. Toen zij in Engeland terugkwam, nam zij haar kind weer bij zich. Zij vertelde de jongen veel over haar reis en ook over de manier waarop de Upper Ten leeft. Het verlangen werd bij de jongen geboren ook tot die wereld te behoren. Desnoods onder een valse naam. Toen hij zijn studie voltooid had, vertrok hij inderdaad onder een andere naam naar de koloniën. Mevrouw Sheffield trouwde voor de tweede keer met commander Rogers. De zoon uit mevrouw Rogers' eerste huwelijk kwam in Indië in aanraking met de politie door oplichterij en een paar huwelijkszwendelzaakjes. De ogen van Clifford fonkelden als die van een gekooid dier. Maar Poirot ging rustig verder. Na zijn terugkeer in Engeland vestigde hij zich in het tuinhuis van zijn stiefvader, dat hij onder de valse naam van Clifford had gehuurd. Maar het duurde niet lang of commander Rogers kwam achter dit bedrog. En dat niet alleen. Ook de wetenschap dat zijn vrouw de jongen steeds geld toestopte, deed hem besluiten de jongen te verzoeken het huisje te verlaten en zijn eigen weg te gaan. Als kristal. Zo helder als kristal. Clifford besloot wraak te nemen en wachtte dat hij zijn kans schoon zag. Nauwelijks was de commissaris uitgesproken of Clifford sprong op en rende naar de deur. Maar de commissaris was hem voor. Charles Clifford, alias George Sheffield. U staat onder arrest, onder verdenking van moord op uw stiefvader. De zogenaamde Charles Clifford werd door de commissaris weer in zijn stoel gezet. Fantastisch, monsieur Poirot. Dat noem ik een prestatie. Deze zaak is wel opvallend vlug opgelost. C'est ça, commissaire. U zegt het. Opvallend. Maar waar was eigenlijk de echte zoon van Weilen-commander Rogers op de avond van de moord? George Rogers was bij zijn meisje. Hij was verloofd met een actrice. Zijn vader had niet veel met erop. Ah, bij zijn meisje. Vindt u dat eigenlijk niet interessant? Nou, niet meer. We hebben met uw hulp de dader gevonden. Attention, mon cher. Attention. Er is geen twijfel mogelijk. Werkelijk, ik ben elke keer weer verbaasd wat u met uw grijze cellen, zoals u dat noemt, weet te bereiken. Oh, wanneer u daarmee wilt zeggen dat men wereldberoemde mannen zelden hun beroemdheid aanziet, moet ik u gelijk geven. Ik, Hercule Poirot, ben in mijn eigen land wel eens voor een kapper aangezien. Overigens moet ik uw complimenten in alle bescheidenheid van de hand wijzen. Hier kon de commissaris, die nog steeds bij Charles Clifford stond, een glimlach niet onderdrukken. Poirot zuchtte. Mijn enige zwakheid is... Ach, waarom zou ik het ontkennen? Mijn enige zwakheid is mijn snor. Ik heb in Nederlanden geen man gezien met zo'n mooie snor. Vindt u ook niet, mon cher commissaire? Met deze woorden verliet Hercule Poirot zelfvoldaan de kamer van de misdaad. Thank you.
Dit was meester detective nummer 2, Hercule Poirot. De problemen die Agatha Christie hem bij voorkeur voorlegt, lijken op reuze kruiswoordpuzzels voor de feestdagen. Ze verschaffen de lezers het intellectuele genoegen zelf met de oplossing bezig te zijn. Bovendien is men aanwezig bij een belangrijke zedelijke gebeurtenis, de overwinning van het goede op het kwade. De eveneens Engelse schrijver Chesterton noemde de detective romans niet toevallig moderne sprookjes voor verstandige mensen. De oude held uit de spinnenwielverhalen, die de schone slaapster uit haar verdoving kuste, is hier opnieuw verschenen in de gedaante van de scherpzinnige speurder die op misdadigers jaagt. Een moderne graalridder en vechter tegen het boze. Chesterton kwam met een originele variatie op dit thema. Hij creëerde Father Brown. Hier wordt een geestelijke opeens detective, niet omdat hij, zoals veel van zijn collega's in de jacht op de misdadiger, een meester in het combineren is, maar omdat hij de roerselen van de menselijke ziel tot op de bodem wil leren kennen. Van logica moet hij niet zoveel hebben. Hij heeft zo zijn eigen methoden. In elke zaak waarin ik verwikkeld raak, ben ik zelf de dader. Ik zelf ben het die de misdaad pleegt. Zo kom ik achter de ware toedracht. Natuurlijk pleeg ik geen echte misdaad, maar ik verdiep me voortdurend in hoe het mogelijk is dat een mens tot zo'n daad komt. Ten slotte ben ik dan zover dat ik zelf een misdaad zou kunnen begaan. Alleen de laatste stap op de weg daartoe ontbreekt me nog. Op die manier vind ik de dader. Deze methode werd me door een vriend aangeraden als een soort religieuze training. Oorspronkelijk is deze methode afkomstig van paus Leo XIII... een man voor wie ik altijd grote achting heb gehad. Voor de lezer van detective-verhalen is het zich psychologisch in de ander verdiepen iets geheel nieuws. Vader Brown paste deze methode ook toe als het erom ging iemand van de galg te redden die daar volgens hem niet thuis hoorde. Ook in het geval van Commander Rogers zou hij zo gehandeld hebben. Het volgende hoofdstuk noemen we De wonderlijke reden van Vader Brown. De commissaris die het onderzoek in de zaak Rogers leidde, was een goedmoedig man met een kleine zwarte baard. Hij was op weg naar het hoofdbureau en dacht erover na of hij dit jaar op een promotie zou mogen rekenen. Op het plein voor de Sint-Dominicuskerk kwam Father Brown op hem af. De gedrongen gestalte van de geestelijke deed de commissaris denken aan een figuur uit een middeleeuwse houtsnede. Een breed gerande hoed hing hem als een nimbus om het hoofd. Hé, goedemorgen, commissaris. Goedemorgen, vader Brown. Blij u te zien. In werkelijkheid had de commissaris niet zoveel op met de allesbehalve gewone liefhebberij van de geestelijke om persoonlijke relaties te onderhouden met de misdaad en de misdadigers. Om te beginnen spraken beiden over een onderwerp waarmee de Engelsen zich uitbundig kunnen amuseren zonder vervelend te worden. Het weer. Vervolgens bracht vader Brown het gesprek voorzichtig op de arrestatie van Charles Clifford. Hoe gaat het met uw arrestanten? Laat die maar aan ons over, vader Brown. Ik begrijp het nooit helemaal. Mijn beroep, het beroep van politieman, schijnt het enige te zijn waarin volgens de publieke opinie de vakman zijn vak niet verstaat en waarbij leken de wijsheid in pacht hebben. Maar ze kunnen mij nog meer vertellen. Geen mens schrijft boeken over kappers die geen haar kunnen knippen en die ze door de klanten moeten laten helpen. Maar boeken over commissarissen van politie die als clowns in het circus rondspringen en in de hoek komen te zitten waar de klappen vallen, zijn even talrijk als vallende bladeren in de herfst. Ik twijfel er geen moment aan, commissaris, dat de politie schitterend werk verricht. Toch meen ik te moeten opmerken dat u tamelijk voorbarig bent als u denkt met die Clifford de dader in handen te hebben. Ach, wat, we hebben alles wat we willen. De zaak is rond. Een motief. De gelegenheid om de daad te begaan. Miserabel alibi.
Wat wilt u nog meer? Zijn karakter past niet bij de daad. Zijn karakter? Hmm. Een strafblad als de zaterdagavondeditie van een groot dagblad met de volgende vette koppen. Valsheid in geschriften, huwelijkszwendel, oplichting. Als u mij nu nog een reden zou kunnen opgeven waarom u onschuldig zou zijn... Waarom? U arresteert hem dus alleen maar omdat hij in het verleden een paar keer van het rechte pad is afgegleden. Een paar oplichtingszaken, een huwelijkszwendel. Vraagt u dat maar aan de president van de rechtbank. Ik kan jullie gedachtegang vaak niet volgen. Als we op jullie gedachten af moeten gaan, zou de wrek van maandag, dinsdag, zal een verkwister zijn. U heeft mij verteld dat deze man zijn hele leven lang een niksnut is geweest. Dat hij bang is voor iedere beslissing die je moet nemen en deze dan ook prompt uit de weg gaat. Met behulp van een valse naam heeft hij geprobeerd zo gemakkelijk mogelijk te leven. Volgens u zou deze niksnut, deze slappe man, ineens een krachtfiguur kunnen worden die met voorbedachte raden zijn stiefvader om het leven brengt, daardoor zichzelf buiten de kring plaatst waar hij maar al te graag toe zou behoren. Alle respect voor uw psychologische inzichten, vader Brown. Hmm? Maar daarmee holt u in dit geval een doodlopende weg op. In de kamer van commander Rogers waren de kasten en kisten opengebroken. Een roofmoord, precies zoals die in de detectiveverhalen beschreven wordt. Gepleegd door Charles Clifford bij zijn rijke stiefvader commander Rogers. Terwijl iedereen in het huis wist dat zijn stiefvader op zwart zaad zat en juist daarom met een procuratiehal van de Midland Bank over de verkoop van een paar landerijen was gaan spreken. Nee, ik geloof dat niet. Vader Brown keek omhoog, met een nogal domme uitdrukking op zijn gezicht. Op zijn verstandigste momenten zag hij er altijd het domst uit. Toen fronste hij driftig zijn wenkbrauwen, wat bij hem zelden voorkwam, en om afscheid. Ik heb jammer genoeg weinig tijd, commissaris. Ik ben met meneer Kelly, de procuratiehouder van de Midland Bank, te eten gevraagd. Ik ben verplicht om te gaan. Hij geeft veel voor onze kerk. Goedemiddag, mijn waarde. Met deze woorden liet vader Brown de verblufte en geërgerde commissaris midden op straat achter. Dat was dan vader Brown. Zijn psychologisch gefundeerde criminologie kruidt hij verder nog met theologische overpeinzingen. De moderne manier waarop men na Chesterton de strijd tussen goed en kwaad beschrijft, moet echter nog andere mogelijkheden bieden dan het intelligent oplossen van raadseltjes. Eén mogelijkheid heeft de Engelse schrijver Graham Greene toegepast door religieuze uiteenzettingen te geven met het raffinement en de requisieten van de detective. In de wereld van de pure detectives is na vader Brown een nieuwe figuur gekomen. Commissaris Maigret. Tot leven gebracht door de Belgische schrijver Georges Simenon. Hij werkt weer met heel andere middelen. Eén ogenblik. Mijn pijp is net uitgegaan. Zo. Tja, wat voor middelen. Geduld en steeds maar weer geduld. Natuurlijk verzamel ik ook aanwijzingen en ik maak gebruik van het werkelijk uitstekende apparaat van de Franse veiligheidspolitie. Maar voor alles houd ik me bezig met de sfeer van de verhoudingen, waarvan het geheim, om zo te zeggen, door een misdaad aan het licht komt. Ik omsingel de zaak langzaam, heel langzaam, probeer de totale werkelijkheid waarmee je misdaad altijd is omgeven te begrijpen. Ja. En zo kom ik dan langzaam dichter bij de dader. Heel langzaam vaak. Nederlagen leiden wij ook. Want per slot van rekening is niemand onfeilbaar. Met andere woorden, Maigret verdiept zich in het milieu. Maakt een studie van de sociale oorzaken achter de daad. Dit is weer een nieuw element dat aan de historische schets van de detective roman wordt toegevoegd. Nog Sherlock Holmes, nog Hercule Poirot hebben zich hierom bekommerd.
Maigret is allesbehalve een subliem hersenacrobaat en allerminst een ubermensch. Op de keper beschouwd is hij een eenvoudig man. Zijn grootste genoegens zijn thuis in een luie stoel te zitten en door zijn vrouw te worden verwend met lekker eten. Sherlock Holmes zou glimlachen als hij Maigret zag. Maar Maigret leeft in een andere eeuw. De tijd der individualistische zonderlingen is voorbij. Met Maigret is de beambte in staatsdienst pers klaargemaakt voor de detective-roman. Hij is de held met overheidssubsidie en met een ouderdomspensioen. Toch kent hij de ups en downs van het dagelijkse leven beter dan collega Poirot. In zijn verhalen wemelt het van bont gekleurde levensechte personen. Conciërges, baareigenaars, vagebonden en baarmeisjes. Naast society-artsen en bankdirecteuren. Zijn arbeidsterrein is het Parijs van de nauwe en bochtige straatjes. Wanneer de zaak van de oude heer Rogers aan Maigret toegewezen zou zijn, zou Simenon dit hoofdstuk hebben genoemd. Mevrouw Maigret heeft kiespijn. Donkere regenwolken trokken langs de avondhemel toen Maigret, die zijn vrouw een arm had gegeven, de Rue du Parc inliep. Het was een stille straat die Maigret deed denken aan de straat in het provinciestadje waar hij was opgegroeid. Bij zijn eerste bezoek aan de plaats van de misdaad had hij opgemerkt dat het huis van de misdaad recht tegenover een restaurant lag dat hij heel goed kende, de Lion d'Or. De eerste verdieping van dit restaurant was als gemaakt om als uitkijkpost gebruikt te worden. Mevrouw Maigret had geen aanmerking gemaakt toen haar man haar voorstelde om in de Lion d'Or te gaan eten. Niettegenstaande ze door een hardnekkige kiespijn werd gekweld. Zij wilde haar man dit plezier niet ontnemen, omdat ze ervan overtuigd was dat Maigret daar naartoe wilde, omdat het vandaag juist 23 jaar geleden was dat ze elkaar voorgoed gevonden hadden. Wat vind je? Zullen we op het terras gaan zitten? Laten we maar naar boven gaan. In de eetzaal op de eerste verdieping zitten we rustig en gezellig. Goed? In de eetzaal was het bijzonder gezellig, maar ook erg warm. Het liefst had Maigret een colbertje uitgetrokken, zoals hij thuis ook altijd deed. Hij koos een plaatsje bij het raam van waar hij, zonder dat zijn vrouw het kon merken, de straat en het huis aan de overkant in de gaten kon houden. Jacques, de kelner, bracht de spijskaart. Vertel me maar eens wat je trekken hebt. Mevrouw Maigret glimlachte. Ze wist al lang wat hij zou bestellen. Jacques, twee hors d'oeuvre variés en dan kalfsvlees met zuring. En vooraf twee aperitiefs. Mevrouw Maigret keek haar man ontroerd aan. Hij bestelde precies hetzelfde als 23 jaar geleden, toen ze voor het eerst samen uit waren. Dat was in Chartres. Maigret was volzot op dit eenvoudige menu, dat hem elke keer weer uitstekend smaakte. Zonder dat zijn vrouw het merkte, zochten zijn ogen het huis aan de overkant. Nummer 17, het huis van de familie Rogers. Wat zou zich daar afspelen? Ook mevrouw Maigret keek door het venster naar buiten. Het regent. Je hebt toch je overschoenen wel meegenomen? Niet een gedacht. Het klaart wel weer op, denk ik. Nee, hij was vandaag niet in zo'n best humeur. Het mistroostige weer, een zaak waar geen schot in zat, de kiespijn van zijn vrouw, het werd hem allemaal een beetje te veel. En dan hadden ze nota bene de huurder van het tuinhuis gearresteerd. De man had allerlei onbelangrijke vergrijpen toegegeven, maar de moordenaar was hij beslist niet. Het was een van die verhoren geweest die Maigret beroemd en berucht maakte. De Quai d'Orsay spraken ze nog altijd over dat marathonverhoor van een paar jaar geleden. 27 uur aan één stuk door had het geduurd. Toen de man tenslotte bekende, was Maigret net zo uitgeput als de verdachte. En hoe vaak pakte Maigret dan in die tijd niet de cognacfles om de man die hij onder handen had een glas cognac aan te bieden. Hij had zijn best gedaan. De veroordeling was zijn zaak niet.
Hij was blij dat dat zo was. Maar deze keer tastte hij volkomen in het duister. Opnieuw keek hij naar het huis, op nummer 17. Op de eerste etage brandde licht. Dat moet de kamer van de misdaad zijn. Een jonge man liep er heen en weer. Maigret herkende George Rogers, de zoon van het slachtoffer. Op de avond van de moord was George bij zijn verloofde op bezoek geweest. Jacques bracht de twee aperitiefs. Merci, Jacques. In één teug dronk Maigret zijn glas leeg. Breng er nog twee, wil je, Jacques? Zijn vrouw keek hem verbaasd aan. Dat is goed tegen jouw kiespijn. Mevrouw Maigret kon vandaag niet veel grapjes verdragen. Ze glimlachte terecht als een vrouw die kiespijn heeft. Aan de overkant van de straat stopte een taxi. Op hetzelfde moment serveerde Jacques de hors d'oeuvre. Een elegant geklede jonge vrouw stapte uit. Ze was charmant, vol levenslust en vol... Nee. Nu rustig blijven, dacht Maigret. Wat was er met hem aan de hand? Waarom draafde hij in gedachten zo door? Hij nam wat van de hors d'oeuvre en keek zijn vrouw aan. Bon appétit, chérie. Je moet goed eten, je hebt vermoeiende dagen. Maigret vroeg zich af of zijn vrouw er enig idee van had dat ook nu de zaak hem niet losliet. Zo te zien was er maar één ding dat haar bezig hield. Haar kiespijn. Jacques kwam met het kalfsvlees. Maigret boog snel opzij toen Jacques het vlees serveerde. Zijn vrouw kon hem net even niet zien nu Jacques haar het uitzicht belemmerde. Maigret keek scherp naar de overkant. Hij zag de jonge Rogers in de kamer opgewonden staan praten met de dame uit de taxi. Ze had haar bontjas uitgedaan. Woedend pakte ze hem bij zijn revers. Maigret had er wat voor gegeven als hij had kunnen horen welke woorden daar gewisseld werden. De jonge man duwde haar van zich af. Wie was ze? Zijn verloofde? De toneelspeelster van wie hij al zoveel had gehoord? Waarom eet je niet? Smaakt het je niet? Wat? Wie? Oh ja, uitstekend. Werkelijk voortreffelijk. Mevrouw Maigret glimlachte hem bemoedigend toe. Hij pakte over de tafel haar hand. Eet maar lekker. Ze aten. Het kalfsvlees smaakte heel bijzonder. Niet tegenstaande dat hield Maigret de straat steeds in de gaten. De jonge vrouw rende plotseling naar buiten. Haar bontjas over de schouder geworpen, holde ze zichtbaar opgewonden de straat uit. Maigret fronste zijn wenkbrauwen. Wat zou daar gebeurd zijn? Ze komt mij ook bekend voor. Wie? Dat meisje dat het voorbij rende. Heb je haar dan niet gezien? Die? Ik let er eigenlijk niet op. Als ik het goed had, was het die jonge actrice, die Lily Stanford. In een damesweekblad stond deze week een hele serie foto's van haar. Ja, onder andere één met een zekere Kelly, de directeur van de Bank du Midi. Op die foto's vond ik haar niet erg sympathiek. Zo. Ik heb haar niet zo goed gezien. Jacques bracht het dessert. Poire belle Hélène. Maigret glimlachte bemoedigend tegen zijn vrouw, die het weer met haar mond te kwaad had. Hij zou straks de sûreté even bellen en een onderzoek laten instellen naar Lily Stanford. Lily Stanford? George Rogers? Kelly? Had hij een nieuw spoor ontdekt? Maar nu eerst de peren en het ijs. Daarna stak hij behagelijk een pijp op. Dit etentje had toch iets opgeleverd. Thank you.
Door de verhalen van Simenon waait de frisse wind van Parijs. Een veel scherper wind waait aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse collega's van Maigret en Poirot zijn geen scherpzinnige denkers, noch geduldige onderzoekers. Het zijn weinig spraakzame jongens die van geen enkele instelling pensioen krijgen. Zij kunnen hun vuisten en revolvers even goed gebruiken als de inbrekers. Ze staan midden in het leven. Ze kennen hun wereld, deze schrijvers van Amerikaanse detectives. De wereld van speelholen, goedkope ontmoetingsplaatsen en vunzige kroegen. Ze kennen ook de wereld van de society, waar velen achter een eerbiedwaardig masker een minder eerbiedwaardig bedrijf uitoefenen. Ze vinden het dan ook de hoogste tijd dat de bezem is door die wereld wordt gehaald. Een van die detectives is Philip Marlowe, in de wereld gezet door de Amerikaan Raymond Chandler. Een detective, mensen, moet een gewone man zijn. Een eenvoudige man. Anders kan hij niet met eenvoudige mensen praten. Hij moet ook, om een nogal versleten uitdrukking te gebruiken, een man van eer zijn. Hij is natuurlijk arm, anders zou hij geen detective zijn. Hij neemt van niemand een cent aan die niet eerlijk is verdiend. En hij laat zich nooit beledigen. Hij heeft een afkeer van huichelarij en het land aan klein gedoe. De verhalen die hij u vertelt zijn de richting borden op zijn wegen naar de waarheid. En die waarheid ontdekken in een wereld die opgebouwd is uit corruptie en zucht naar geld, is maar al te vaak een groot avontuur. De moderne Amerikaanse detective wordt vaak door welgestelde mensen benaderd om privézaakjes op te knappen. Hij vecht als het moet ook tegen de politie, want hij heeft helaas moeten vaststellen dat sommige politiebeambten oneerlijk zijn. Zijn manier van spreken is hard, koud en cynisch. De romans van Chandler zijn één grote sociale aanklacht. Daarom is hij waarschijnlijk niet begunstigd met ridderorde en nooit in de adelstand verheven. Als zijn Philip Marlowe onze zaak op zich zou nemen, zou het verhaal heel ergens anders beginnen. Bijvoorbeeld in het huis van de bankier Kelly, die zoveel aan liefdadigheid doet en erg gesteld is op het gezelschap van Lily Stanford, die op haar beurt weer enorm gesteld is op de jonge George Rogers. En Chandler zou deze geschiedenis hebben beschreven onder het motto: het korte afscheid. Het was laat in de namiddag. Een wagen reed op het raarste stuk architectuur af dat ooit in Pasadena was gebouwd. Een reusachtig, door pilaren ondersteund stenen hok met krullen versierd als een verjaardagstaart. Omringd door voorbeeldig onderhouden tuinen. Op een afstand zag het er net zo uitnodigend uit als het paleis van Versailles. 2 weken geleden had Kelly mij de eervolle opdracht gegeven wat belangrijke papieren van hem op te sporen. Ze waren zo strikt persoonlijk dat het niet aan te bevelen was de politie in dit geval van diefstal te mengen. Aan de hele geschiedenis had vanaf het begin af aan een luchtje gezeten. Om het juister te zeggen, de hele zaak stonk net zo weelderig als de coöperatieve stedelijke vuilverbranding. Maar omdat ik op dat moment geen andere opdrachten had, ben ik op stap gegaan. Ik had van alles gevonden, behalve de papieren. In plaats daarvan een jas waaraan een knoop ontbrak. Vanmiddag was Lily Stanford voor mijn bescheiden woning komen voorrijden. Om haar schouders sloeg ze een blauwe nets die haar Cadillac een stuk of 10 minderwaardigheidscomplexen bezorgde. Lily Stanford is een vrouw die het absoluut onverschillig laat wat ze aan heeft als het maar nets is. Haar welkom kwam zo uit een diepvrieskast. Met een stem die de aangename charme had van roestvrij staal had ze me verteld dat meneer Kelly me dringend wenste te spreken. En daarom ben ik hier. De butler die me aandiende droeg zijn neus zo hoog dat ik een ogenblik mijn hart vasthield voor de slagroomachtige plafondversiering. Kelly stond midden in zijn bibliotheek. Een man als een boom, ongeveer 1,85 meter lang, gekleed in het decente grijs van de gentleman van de oude school. Hij droeg zijde slopkousen. Waarschijnlijk droeg hij ze ook bij zijn pyjama. Erg vriendelijk dat u gekomen bent, meneer Marlowe. De papieren zijn inmiddels zonder uw gewaardeerde hulp weer in mijn bezit. Hier is een cheque van $500. Dat zal wel genoeg zijn om uw onkosten te dekken, neem ik aan. Een knap honorarium voor zo'n klein karweitje, meneer Kelly. Ik vertel u graag waar de papieren werkelijk zijn. In ieder geval niet bij u. Ons onderhoud is beëindigd. Jammer, het kon zo gezellig worden. Luister eens, Marlowe. Ik zou me niet graag kwaad maken. Dat zou zeer onaangenaam voor je kunnen zijn. Best mogelijk. Ergert u zich er toch misschien ook aan een
George Rogers, meneer Kelly. Hij vertelde me een paar uur geleden dat hij al 14 dagen s'avonds voordat hij gaat slapen de gastenlijst van de nachtclub El Dorado leest. Moet een hele aardige lectuur zijn. Ik hoop dat hij er geen nachtmerries van krijgt. Het ga je goed. Ik zou die $500 graag bij u willen beleggen, meneer Kelly. Dat lijkt mij helemaal niet zo gek, want dat bankje van u loopt aardig. Hoe komt het eigenlijk dat de politie die nachtclub El Dorado nog niet heeft gesloten? Dat zal u wel een aardig kapitaaltje hebben gekost, wat? Ik zou maar niet zo'n grote mond opzetten, eigenwijze snuffelaar. Ik waarschuw je, je loopt op erg dun ijs. Velen zijn er al doorheen gezakt. Hij staat te bibberen van de kou en van de angst. Ziet u dat niet, meneer Kelly? Jammer eigenlijk dat er ook nog zoiets als een onopgehelderde moordzaak is. We zouden anders roerend afscheid hebben kunnen nemen met de belofte elkaar nooit meer te ontmoeten. Zelfs niet voor de rechtbank. U begint me te vervelen, meneer Marlowe. Herinnert u zich nog door welke deur u binnen bent gekomen? Ik heb eens een vriend gehad, meneer Kelly. Een bankier, keurig net de vent, niks op aan te merken. Op een dag miste hij een paar belangrijke papieren. Zijn afgedankte vriendin had ze per ongeluk meegenomen. En ze bij haar goede vriend George Rogers onder het hoofdkussen gestopt. Of in het nachtkastje, dat weet ik niet precies meer. Het spijt me, maar ik vind uw verhaal heel vervelend. Mijn vriend wilde die papieren natuurlijk graag terug hebben. Hij reed naar het huis van de familie Rogers, wachtte tot iedereen weg was en snuffelde toen wat in de kamers rond. De oude heer Rogers maakte helaas een fout. Hij kwam te vroeg thuis. Mijn vriend kroop achter een leunstoel, maar de oude heer haalde hem erachter vandaan. Toen hij zag dat hij de directeur van zijn eigen bank in de kraag had, wilde hij graag het een en ander van hem weten. Mijn vriend was die avond niet zo erg op vragen gesteld en besloot de oude heer het zwijgen op te leggen. Er gebeuren vandaag aan de dag toch maar rare dingen, vindt u niet, meneer Kalleen? Onbeschaamde vlerk. Eruit, zeg ik. Eruit! Kelly was toen werkelijk heel boos. Ik kreeg geen gelegenheid hem te vertellen hoe ik achter de waarheid was gekomen. Nogal eenvoudig. Ik had namelijk een bezoek gebracht aan zijn buitenhuis in de bergen. Daar hing een eenzame jas waaraan een knoop ontbrak. Dezelfde soort knoop als men bij de oude heer Rogers achter een stoel had gevonden. Overigens had die Kelly een prachtig buitenhuis. Cynisch schildert Raymond Chandler het milieu. Heel anders is het bij Mickey Spillane, de succesvolste en duizendvoudig nagebootste Amerikaanse schrijver van detective-romans. Diens privédetective noemt zich Mike Hammer. Hij lijkt in niets op de man van eer die Philip Marlowe is. Methode? Moraal? Mike Hammer is slechts een woedende, snauwen, uitstotende wreker. Hij is de man die het recht in eigen hand neemt. Hij spreekt het sloppenjargon van New York. Naast de brutaliteit in verschillende verschijningsvormen speelt de erotiek bij hem een grote rol. Mike Hammer is de Superman die vele schoonheidskoninginnen aan de geweldige borst heeft gedrukt. Hij doet precies waar miljoenen werkende, bedeesde en vaatwassende Amerikanen geen kans toezien. Hij wint de vrouwen moeiteloos om zijn oersterke vinger. Als hij met ons geval te maken zou hebben gekregen, zou hij waarschijnlijk een goede vriend van de oude Rogers zijn geweest. En laatste hoofdstuk. De wraak ben ik. Ja, boy. Ik walg ervan als ik eraan denk wat voor gespuizer in deze stad rondloopt. Maar daar kan de held die mijn oude vriend Rogers om zeep heeft gebracht volop aan. Als ik hem te pakken krijg, dat ik dan een gloeiend potje voor hem op het vuur heb staan. Eerst ging ik naar Billy's Bar. De barkeeper kent al dat gespuis. Nou, vertel eens wat, zei ik tegen hem. Het kan zijn dat je me iets te zeggen hebt. Maar ik kon niks verstaan, omdat je nou eenmaal niks horen kan als iemand tijdens het spreken zijn eigen tanden inslikt. En daarna ging ik naar Lily Stanford. Ze had een zwarte ochtendjas aan, van opengewerkte kant. Nou ja, het was meer opengewerkt dan kant. Man, man, wat een gezicht. Ik vroeg hoe het met haar oude vriend Kelly ging.
Oh, Mike, dat is al lang voorbij. Al lang. Werkelijk, Mike. Op het ogenblik heb ik niemand op de hele wereld. Niemand, Mike. Helemaal niemand. Dan ben je eenzaam, niet? Zeer eenzaam. Ja. Als dat zo is, dan weet ik wel een aardig vriendje voor jou. Die net zo sterk en brutaal is als jij, man. Ja. Maar eerst moet ik die schurk die Rogers om zeep heeft gebracht in mijn greep hebben. Ik maak me zorgen over je, Mike. Wees alsjeblieft voorzichtig. Ik zou het niet overleven als jou ook nog iets overkwam. Dat liet ik me even nader verklaren. Na een paar uur ging ik weg. Ik stond nauwelijks op straat of de kogels zoemden mij als muggen om de oren. Wie zat daarachter? De schellen vielen me van mijn ogen. Terug! Een minuut later stond ik weer voor Lily. Mike, lieveling, wat was dat? Wat een geluk dat je er heel uit bent afgekomen. Laat maar, Lily. Ik heb je door. Wat heb je door? Je hebt eindelijk door dat ik van jou. Dat jij het grootste beest bent dat op twee mooie benen door New York loopt. Ik begrijp je niet, Mike. Ik word er ziek van. Het is me allemaal zo duidelijk, hè? De oude Rogers is erachter gekomen wat voor een fijne geldbuidel en speelholenbaas meneer Kelly was. Hij kreeg de gastenlijst in handen die jij had gestolen. Jij dacht dat jij een mooi zaakje tegen Kelly kon beginnen. Maar Rogers was slimmer dan jij. Je hebt een ziekelijke fantasie, Mike. Keiharde dollars wilde jij uit Kelly persen, mijn liefje. Maar Rogers kreeg de lijst in handen en wilde ermee naar de politie. Jij had je verrekend. En toen ben je naar Kelly gegaan en je hebt een verhaaltje verzonnen. Jij ging met Kelly naar Rogers en jullie kregen daar een mooie ruzie. En toen er niks meer te redden was, gaf jij Kelly dat fijne kleine revolvertje van je. En hij schoot Rogers neer. Net zoals ik jou zal neerschieten. Mike, dat kan je niet. Dat is onmogelijk. Ze stond voor me met haar van angst verwrongen gezicht. Ik hief langzaam mijn arm op. Nou vraag ik je, dat had ik nooit gedacht. Brutaal noem je dat. Met een zucht klapt Emmy haar boek dicht, draait het licht uit en gaat eindelijk slapen. Maar de detectives volgen haar in haar slaap en bevolken haar dromen, terwijl ze het verhaal verder spelen. Langzaam hief Mike Hammer zijn arm omhoog. Toen vloog de deur open. Door een kaakslag die Philip Marlowe hem toediende, ging hij tegen de vlakte. En niet bewegen, alsjeblieft. Neem maar van mij aan, juffrouw Stamford. Meneer Hammer en ik hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Toen stonden de zaken er anders voor. Fris weertje vandaag, niet? Op dit ogenblik werd de kamer gevuld met een onheilspellend geknetter. De klerenkast ging open en twee mannen stapten eruit. Eén van de twee droeg een voor onze begrippen vreemde korte broek en had een brandende pijp in zijn mond. Zie hier, mijn waarde Watson, de kleinigheid die ik voor het laatst heb bewaard. De twee daders. Deze charmante dame, die ik vriendelijk verzoek haar kant de kamer op om wat hoger te sluiten. U mocht eens kou vatten. Zo is het goed, dank u zeer. En mijn waarde vriend Mike Hammer, alias Mickey Spillane, die ons alle bestaan in zo'n kwaad daglicht heeft gesteld. Fenomenaal, Holmes. Inderdaad, fenomenaal. Lily Stanford had zich juist behoorlijk aangekleed toen de sirene van een politieauto van de Sûreté door de straat jankte. Even later kwam commissaris Maigret binnen, samen met een kleine man die men op het eerste gezicht voor een kapper zou houden. De kleine keek om zich heen en streek over zijn snor. Voilà. Ik geloof dat deze dame vroeger bevriend is geweest met die Earl of Waterhouse. Enfin, dat is nu niet belangrijk meer. Maigret rammelde met de hand woeien. Het spijt me, mademoiselle. Ik moet u verzoeken met mijn mannen mee te gaan naar de prefectuur. Jij ook, hè? En u, mijn heren, wat zou u ervan zeggen als wij samen op het terras van de Lion d'Or iets gingen drinken?
Ik ben wel geen groot vriend van alcohol, maar ik ga mee. Zei een kleine man in zwarte soutane. Hij was zonder dat de anderen het hadden gemerkt de kamer binnengekomen. Nadenkend keek hij naar Mike Hammer toen beide arrestanten werden weggevoerd. Even later zaten alle detectives op het terras van de Lion d'Or en spraken over de les die uit de zaak Rogers kon worden geleerd. Tja, Kelly, die bankdirecteur, is de moordenaar van de oude Rogers. Zijn overdreven schenkingen vond ik direct al verdacht. Hoewel we ze natuurlijk uitstekend konden gebruiken voor de bouw van onze nieuwe kerk. En Lily Stanford. Nou ja. Wat mij op het ogenblik meer interesseert, is die knaap die u ook heeft gearresteerd, Mick Rey. Mike Hammer? Of Mickey Spillane, of hoe die vent ook verder nog heet, man? Hij zal tenslotte beweren dat hij de misdaad bestrijdt. Net als wij. Ja, terwijl u op hetzelfde ogenblik een misdadiger is. Het dodelijk schot zal hij uitleggen als het gevolg van zelfverdediging. Zoiets, mijn heren, zou in mijn tijd niet mogelijk zijn geweest. Ben je het me eens, Watson? Zoals altijd, Holmes. Mij is de wraak, staat er in de Bijbel. Maar Spillane zegt, ik ben de wraak. Stelt een mens hier zich dan niet op de plaats van God? Of is het zomaar een uitdrukking van deze tijd? Als dat niet zo is, waar zijn we dan beland, mijn heren? Ik ben geen theoloog, vader Brown. Daarom bekijk ik de zaak ook uit een andere hoek. Deze Mike Hammer is een slecht mens. Daar zijn we het hoop ik allemaal wel mee eens. Maar de wereld waarin deze man leeft, mijn heren, vindt u die zo goed? Ik vind de wereld van heden net een door neonreclames verlicht tranendal. Waarin orde en recht alleen nog maar dingen zijn waarover we zo nu en dan eens praten. Een wereld waarin uiterlijk heel fijne mensen op niet zo fijne manier hun geld verdienen. En waarin we op klaarlichte dag getuigen kunnen zijn van een roofoverval waarbij de politie om welke reden dan ook struisvogeltje speelt. Wanneer je dan voelt dat je moederziel alleen staat, kun je op de gedachte komen het recht in eigen hand te nemen. Nou, stop maar, Lol. Toegegeven. Wet en recht kunnen vaak een incompleet mechanisme zijn. Maar desondanks is het niet geoorloofd eigen rechter te spelen. Wij wensen onze aanklachten voor een onpartijdige rechtbank behandeld te zien. En wij zullen deze aanklachten met bewijzen moeten staven. Ik hoor nou de valse overheidsdienaar in u, Maigret. Sinds men van deze gedachte is doordrongen, is er plaats voor het beroep van detective. Hij is de man die zal moeten helpen dat bewijs te leveren. In de middeleeuwen bijvoorbeeld zouden ze geen kans hebben gehad, omdat het toen niet om het recht ging, maar om de sterkste. De tijden zijn gelukkig veranderd. Maar zo'n Spillane en consorten gooien de zaak weer ondersteboven. Van het recht trekken zij zich niets aan. Zij zetten de klok weer enige eeuwen terug. Bent u het niet met me eens, eerwaarde? In grote trekken wel, ja. Ik probeer alleen een antwoord te vinden op de vraag hoe het dan komt dat Mike Hammer en zijn collega's in boeken, in de geïllustreerde pers, in de film zo'n succes hebben. Die verhalen vol bloed en seks zijn toch afstotend. U mag zeggen, mijn heren, dat ik een koele Angelsaks ben, maar voor mij geen bloed en seks. Nee, dat is voor mij onverteerbaar en onesthetisch. Kent u marihuana? Een ogenblik, Holmes. Deze bloed- en seksverhalen zijn volgens mij niet alleen een symptoom van een verstoorde rechtsorde, maar veel meer, ja, hoe zou ik het zeggen, van een verloren gaande bekwaamheid om elkaar lief te hebben. In een wereld die steeds meer vertechniseerd wordt. Ik geloof dat de verstoorde gevoelslezer op deze manier een uitweg zoekt. Eh bien, in mijn verhalen heb ik daar niets mee te maken. Nee, meneer Poirot. Maar jammer genoeg heeft dat soort verhalen een grotere oplaag dan die van de Bijbel. Ik zal die Mike morgen in zijn cel gaan opzoeken. Misschien heeft hij pastorale hulp nodig. We zijn zoals we hier zitten wel heel verschillend, vader Brown. U bijvoorbeeld graaft in de ziel van de mens die u wilt helpen. Ik kijk oppervlakkig naar de deftige. Maigret besnuffelt de milieus in zijn beminnelijk Parijs. Wat mij betreft, monsieur, en ik weet dat monsieur Holmes hier naast mij staat, schieten kan iedereen. Maar waar het op aankomt, is het werk met de grijze cellen. Dat alleen heeft kleur aan een detectiveverhaal. En dit, monsieur,
wil de lezer ook zelf gebruik maken van de kleine grijze cellen. Meeraden, met ons op pad zijn. Denkspurt beoefenen. Eh bien, alleen daarom heeft de detectiefroman zoveel vrienden onder mensen die geestelijke arbeid verrichten. All right, meneer Poirot. Ik ben wel niet zo erg op Fransen gesteld. Pardon, maar... ik ben Bels. In ieder geval, zoals u het stelt, ben ik het met u eens. Ik verkies de intellectuele inspanning. Dat is de reden waarom ik dit beroep heb gekozen. En het mooiste ogenblik voor mij, en ook voor mijn lezers, is altijd dat ogenblik waarop ik naar aanleiding van een ogenschijnlijk niet op te lossen zaak zeg... Watson? Ja, Holmes, wat is er? Hetzelfde wat op het ogenblik de luisteraars ook zeggen. Erop af, Watson. Combineren. Op uw gezondheid, mijn heren. U hebt geluisterd naar Het slaapliedje voor vanavond heet Moord. Een criminele compositie van Ludwig Schubert en Fritz Poel. Zes wereldberoemde detectives zoeken naar één en dezelfde moordenaar. De vertaling was van Co Volkers, de bewerking van Wim Pauw. De medespelenden waren Emmy Barbara Hofman, Wim Alex Vaassen junior, verteller Hans Veerman, Dr. Watson, Frans Somers, Sherlock Holmes, Huib Horizont, commissaris Tony Voletta, vertelster Dogi Rugani, Agathe Christie, Nel Snel, Hercule Poirot, Dries Krijn, Charles Clifford, Peter Arjans, Vader Brown, Paul Deen, Maigret, Richard Flink, mevrouw Maigret, Wiesje Bouwmeester, Philip Marlowe, Johan Walder, Kelly, Han Keunig, Mike Hemme, Jan Borkes en Lily Stanford, Miesje Hagens. De regie had Wim Pauw.